Hallo en leuk als je kijkt naar deze video van mij, Maria van de Heuvel. Ik wil je een vraag stellen, heel simpel. Gaat over geld. Waar ligt jouw grens met geld? En ik stel deze vraag niet zomaar, want daar waar je grens ligt, daar kun je niet groeien. En we denken allemaal, en misschien is het jou ook geleerd, dat geld lineair is, dat het bepaalde regels volgt. En als je netjes daaraan houdt, dat het dan voor je gaat werken. Maar je weet stiekem al dat dat niet helemaal werkt. Want anders had je al dat geld wat je graag had gewild al gehad. En misschien zeg jij ook wel van ik hoef niet zoveel. Ik heb niet zoveel nodig. Maar is dat al niet een beperking aan zich? Dat zeggen we vaak omdat het ons geleerd is. Dus waar ligt jouw grens met geld? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan wat gun je jezelf niet. Wat koop je niet voor jezelf? Misschien is dat zit het op het gebied van kleding of massages. Maar de dingen die je zelf niet gunt, vallen vaak in een bepaalde categorie. Dat heeft een reden. Of misschien dat je bepaalde cursussen, trainingen wil volgen. En doe je het niet, want je zegt ik heb er het geld niet voor. En dat is de beperking aan zich. Want dat betekent dat jij op een bepaalde beperkte manier kijkt naar zo'n cursus, naar iets wat je voor jezelf wil gaan doen. Alleen als een kostenpost. Dat is heel erg kort door de bocht feitelijk. Want wat nou als je met geld kan interacteren en het weer terug kan vragen en het weer kunt uitnodigen bij je te laten komen? Want geld is niets anders dan energie en dat zou ik je graag willen leren. Dat zijn de werkelijke wetten van geld. En een van de andere dingen wat ik je daarover wil meegeven, als mensen bijvoorbeeld zeggen, dat hoor ik vaker natuurlijk, is geld kost. En het tweede wat je daarmee beperkt is de uitkomst. Want je zegt eigenlijk al, nou wat er ook gebeurt, het kost geld. Het gaat dus niet terugkomen. En ook dat is eigenlijk daarmee projecteer je iets als resultaat in de toekomst. En ik zou je willen uitnodigen dat vooral niet meer te doen, omdat je daarmee jezelf telkens vastzet en in de weg zit. Dus je zegt eigenlijk, ik doe het niet, het kost geld en ik krijg het toch niet terug. Ja, dan krijg je het ook niet. Dan is de kans groot dat je het niet terugkrijgt of er niet voor een actie komt. En meestal kies je het dan überhaupt al niet. En dat is ook oké, weet je. Maar dat zijn allemaal je eigen keuzes. Maar het hoeft niet zo te zijn. Je kan ontzettend veel leren als je gaat spelen met geld. En ik ga je niet zeggen dat je dan in één keer je leven verandert in een cursus of iets dat het mega snel gaat. Hoe snel het gaat hangt van heel veel dingen af. En ook wat je zelf kiest. Hoeveel aandacht je er bereid aan bent te besteden. Want ik zal je eerlijk zeggen, het is iets waar ik dagelijks mee bezig ben bijna. Soms wat meer, soms wat minder. Maar het vergt ook discipline. En dat vinden we misschien een minder sexy woord. Maar het werkt wel. Ik weet echt uit eigen ervaring inmiddels steeds meer over hoe dat werkt. En het is heel erg leuk om daarmee te spelen. En misschien vind je het leuk om mee te doen. Het is volledig up to you. Aan de 3-weekse Money Calls. We beginnen aanstaande woensdag 1 juli. Of op het Facebook event kun je op mijn Facebook kun je er meer over vinden. Of in Magic Mornings, is een groep, kun je bij aansluiten. Daar stemmen we dagelijks af, gratis trouwens. Of kijk even bij Methode Eigen. Dan vind je het zeker terug. Ik zal het linkje hieronder ook wel in de comments delen. Nou, wat gaan we daarin doen in die Money Calls? We gaan 3 weken aan de slag. Energetisch met geld, maar ook heel praktisch. Want het vergt ook altijd andere actie. En nou, je kent natuurlijk wel de gevleugelde uitspraak. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Nou, dat werkt ook zo met geld. Dat werkt altijd op die manier. Dus als je het leuk vindt, 3 weken, 3 calls via een aparte Facebookgroep. Dan kun je meedoen en dan ben je uitgenodigd. Je kunt natuurlijk ook nog later instappen. Wij starten sowieso. En ik zou het leuk vinden voor jou om je een andere te leren hoe je echt een andere realiteit met geld creëert. Het kost overigens €99, dus dat is ook geen geld. En absoluut een investering in jezelf die je terugverdient. Dat weet ik 100% zeker. Want het kan.
juist in deze tijd zou ik ook willen zeggen, je hebt altijd in alles wat je doet een keuze. Ik wil niet zeggen dat alles in het leven maakbaar is. Maar je hebt wel altijd de mogelijkheid om iets te veranderen. En, en hoe meer je gaat leven vanuit je eigen bijdrage, hoe meer geld daarin een rol kan spelen. Ik wens je nog een fijne dag toe. Bye!